Je krijgt steeds een beetje meer informatie. En mijn hartslag gaat echt wel een beetje omhoog hoor, als ik het steeds hoor. Op vrijdag 4 mei herdenken we met 2 minuten stilte alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die zijn gevallen sinds de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren we onze bevrijding en de vrijheid. En dat leek me nou een mooi moment om in deze vlog eens even stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog. En daarom heb ik vandaag 2 tentoonstellingen voor je. En ga je meenemen naar die 2 musea en vertellen waarom je ze moet gaan zien. De eerste is in het Verzetsmuseum, dat is achter mij. En gaat over de aanslag op het bevolkingsregister op 27 maart 1943. Het is een 3D audio tour, dus koptelefoon. Interessant gedaan. In de eerste kamer maak je kennis met de 6 hoofdrolspelers bij deze aanslag. En in de tweede kamer krijg je meteen dilemma's voorgelegd waar deze mensen ook mee te maken hebben. Bijvoorbeeld word je als kunstenaar lid van de cultuurkamer. En dat betekent dan dus dat je bijvoorbeeld een ariërverklaring moet inleveren. Zou je dat dan doen? Het wordt allemaal steeds aan je verteld, want er zijn heel weinig verder tekst. Het is dus een beetje ingericht alsof je echt met hen in die geheime achterkamertjes die aanslag meemaakt en voorbereidt ook. Nou, dit is nu de voorbereidingsfase en waarom ze die aanslag willen plegen is omdat, ook al heb je in de oorlog een vals persoonsbewijs, de Duitsers kunnen nog steeds in het bevolkingsregister checken of de persoon voor wie je bewijs hebt wel bestaat of niet. Dus er zijn natuurlijk heel veel Joodse mensen die zo in gevaar kunnen komen. En ze denken als ze een aanslag plegen en al die gegevens vernietigen, dat ze daarmee heel veel mensenlevens kunnen redden voor mensen die dan niet gedeporteerd worden. Echt wel heel goed gedaan dit, want door al die fragmenten die je steeds kan luisteren voelt het een beetje alsof je in een heel spannend hoorspel zit en ook een beetje alsof je een speelfilm kijkt. Er is trouwens ook een speelfilm gemaakt over deze aanslag. En je krijgt steeds een beetje meer informatie. En mijn hartslag gaat echt wel een beetje omhoog hoor, als ik het steeds hoor. Maar wow, wel een indrukwekkende tentoonstelling. Heel goed gedaan met die audiotour. Als je alles gaat luisteren word je echt helemaal meegesleept in het verhaal. De verhalen van de mensen die eraan meewerkten in de voorbereiding, de aanslag zelf, hoe het daarna ging. Daar aan de overkant is het Verzetsmuseum. Die vlaggetjes die je ziet, dat is Artes. En dan hier achter mij, waar nu een restaurant zit, is of was, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, het gebouw waar dus het hele verhaal wat we net hebben gezien heeft plaatsgevonden. Dat is ook wel bijzonder, dat je er zo dichtbij zit. Dit is de Rapenburgerstraat in het hart van de oude Joodse buurt van Amsterdam. Dit is ook de Rapenburgerstraat, maar dan een reconstructie in het stadsarchief van de gemeente Amsterdam. En wat ze hebben gedaan bij het stadsarchief is huis voor huis gereconstrueerd wie daar woonde en hoe het ze vergaan is in de oorlog. Niet goed, 5-10% kwam terug. De rest heeft de Holocaust niet overleefd. En je leest hier op al deze panelen hun verhalen, ziet hun foto's. Voor wie niet uit Amsterdam komt, de Rapenburgerstraat ligt vlakbij het Waterloopplein. Waterloopplein is hier. Dus iets ten oosten van het centrum. En het is eigenlijk een heel simpele manier. Dat is aan de hand van allerlei documenten dat je het verhaal daarachter ziet. De mensen daarachter en de tragische geschiedenis en hoe dus eigenlijk één straat. En dat is dan natuurlijk een klein voorbeeld dat spreekt voor iets groters. Helemaal is weggevaagd door de Holocaust. Kijk, bijvoorbeeld op nummer 185, 2 hoog, heb je dan de familie Gaarkeuken. Sobibor, Auschwitz, Auschwitz, Schopenich, Sobibor, Sobibor, Auschwitz. Als je op de foto achter mij kan zien was er van die Rapenburgerstraat na de oorlog vrij weinig weer over. En zo kan je eigenlijk deze tentoonstelling zien als een klein symbool voor wat de Tweede Wereldoorlog met veel straten, steden, mensen heeft gedaan. En dat is wel indrukwekkend. Van de een is bijvoorbeeld alleen maar een marktvergunning bekend. Er zijn geboorteactes, er zijn advertenties in kranten. Deze tentoonstelling is ook een soort monument om al die namen die verdwenen waren toch weer even levend te houden. En de verhalen die erbij horen. Zoals deze van het Nederlands-Israëlitisch Meisjesweeshuis. Heb ik wel lang bij stilgestaan toen ik voor de eerste keer deze tentoonstelling bezocht. Onderdirectrice Betsy Vromin Snapper, die heeft dus toen de Duitsers aan de deur van dit weeshuis kwamen
nog een aantal meisjes kunnen redden door ze mee te sturen met ouders van wie ze helemaal niet waren. En dat heeft zij opgetekend in een verslag, wat je hier dus, waar je hier dus delen van kan lezen. Het is wel bijzonder wat een archief kan doen. Gewoon alle namen een gezicht geven en een verhaal. Waar de vorige tentoonstelling in het Verzetsmuseum je er echt doorheen leidde en je veel kon luisteren, moet je hier misschien wat actiever lezen. En laat je niet afschrikken door de sobere inrichting van deze tentoonstelling. Oh, en als je er bent geweest of niet kan gaan en maar wel meer wil weten, op de site van het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam zijn heel veel van die documenten ook in te zien. Ik geloof onder het tapje index, zei de gast hier net. Dus mocht je ze nog online even wat beter willen bestuderen, kan je dus ook op de website terecht.